Hallo, mijn naam is Ashley Hendricks, de huidige Miss Universe Belgium 2020. En naast mij zit een van de finalistes Miss Universe Belgium 2021, Dagita. Vertel eens iets, of stel u eens kort voor. Hallo, ik ben dus Gita, ik kom uit Wust-Wezel en ik ben 27 jaar. Oké. En wat doe je eigenlijk in uw vrije tijd of hobby's of wat doe je zoal? Een van de grote hobby's die ik op dit moment heb is TikTok, zoals meerdere mensen waarschijnlijk. Ook ben ik veel met mijn vrienden bezig en natuurlijk ook met mijn ouders leuke dingen samen doen. Oké, en je spreekt over TikTok. Wat doe je dan juist op TikTok? Bekijk je filmpjes? Maak jij zelf filmpjes? Of... Ik bekijk filmpjes, maar ik maak zelf ook filmpjes. Ik promote mensen. Ik probeer eigenlijk gewoon via daar nieuwe mensen te ontdekken. Oké, dus ik hoor wel dat je daar vrij veel mee bezig bent en dat je daar wel je tijd, want dat neemt toch wel tijd in beslag, denk ik ook. Ik ben daar toch wel een aantal uren per dag mee bezig. Toch zeker een 3 tot 4 uur per dag mee bezig. Oké. Kunnen mensen nu gewoon volgen of is het een privéaccount of? Nee, mensen kunnen mij gewoon volgen, maar niet onder mijn eigen naam. Dus ja, promote je TikTok-account en misschien hebben we dan nog wat volgers. Ja, mijn TikTok-account is dus gietje.tree. Dus iedereen mag mij gewoon volgen. Ik aanvaard iedereen. Oké, keileuk. We gaan het hebben over je wint Miss Universe. Je gaat internationaal. Is er zo'n land waarvan je zegt van, daar wil ik nu eens echt graag naartoe of hij spreekt mij direct aan? Griekenland. Dat is echt een land dat mij wel aanspreekt, vooral voor de cultuur. En ik wil gewoon graag weten hoe dat daar is in dat land. Nu, ik heb je eigen ingeschreven voor Miss Universe. Nu, vertel eens, waarom heb je je eigen ingeschreven of wat heeft je juist gemotiveerd om mee te doen? Ja, mijn motivatie is eigenlijk omdat ik uit een zeer donkere periode kom. Ik heb heel veel meegemaakt de laatste tijd, vorig jaar. En ik wil eigenlijk gewoon meedoen om mijn zelfvertrouwen terug wat op te bouwen en terug eigenlijk mezelf terug wat beter te kunnen voelen en zo wat meer terug plezier te kunnen hebben. En hoe staan uw vrienden en uw familie? Want ik hoor, je gaat veel met vrienden iets doen, hè, uw ouders. Hoe staan die eigenlijk juist tegenover dat je meedoet met een misverkiezing? Ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties. Iedereen vindt dat heel leuk dat ik dat doe. Sommigen verklaren mij een beetje zot en denken ook zo van, waar ben jij nu mee bezig? Maar de meesten vinden het gewoon allemaal mega plezant dat ik deze doe en zijn blij dat ze mij ook gewoon terug zien lachen. Oké, keileuk. Ik denk, als je zou meedoen met een misverkiezing, ik ervaar dat zelf ook, zoals vorig jaar, dan is dat toch belangrijk dat je wel die steun hebt van je vrienden en je familie. Dus dan is dat wel, denk ik, dat is wel heel fijn. Ja, dat is enorm, enorm fijn dat ik die steun heb en ik ben ook blij dat ze mij die steun geven. Oké, dankjewel Gita. Ik wens u nog heel veel succes met de verkiezing en met de campagne. En je gaat dat waarschijnlijk supergoed doen.